Wij hebben twee Sherpa's te gast. En voordat ik ga vragen om jullie eens even voor te stellen aan onze luisteraars en kijkers. Wat zijn Sherpa's? Kan jij dat vertellen? Nou, dat is de Scouting Zoeterwoude. En is eigenlijk de oudste groep van de meisjes. De oudste groep van de meisjes. En hoe oud zijn jullie dan? 40, 50? Nee, tussen de 15 en de 18 ongeveer. Tussen de 15 en de 18. En jij bent? 16. Nee, en je naam? Oh, sorry. Ik ben Mira. Mira. En jij? Ik ben Kaylee. Mira en Kaylee. Gezellig. Kaylee, jij bent ook van de Sherpa's. Ja. En jullie komen dus allebei uit Zoeterwoude dorp, denk ik. En daar zitten jullie op de scouts. Zitten jullie er al lang bij, Kaylee? Ik zat er vroeger altijd op, maar ben er wel, denk 3 jaar of zo af geweest. Maar bij de Sherpa's ben ik er weer opgekomen. Maar waarom ben je er dan opeens weer bij gegaan? Ik vond het eigenlijk heel leuk. Ik was ook weer meegaan met Mira daarheen, dus... Mira, jij bent een soort van Sherpa-lokker. Jij krijgt ze zover dat ze er weer bij komen. Ja, sowieso. Hey, vertel eens eventjes, waarom is het zo leuk om bij de Sherpa's te gaan? Want tegenwoordig, de jeugd van tegenwoordig, opa die praat, hè, die zit toch alleen maar met zijn telefoon. Wat moeten jullie nou mee bij de Sherpa's? Nou, het is gewoon altijd heel gezellig op de vrijdagavond met z'n allen. En het is niet dat we echt scoutingactiviteiten doen. Maar wat doen jullie dan wel? Stel dat er meiden zitten te luisteren die denken, hey, ik ben 15, misschien is de Sherpa's wel wat voor mij. Het is zeg maar een soort van iedereen. We hebben een soort indeling met wie een opkomst bedenkt. En dan bedenken we allemaal gewoon iets leuks om te doen, zoals een spelletje. En Mira, een opkomst? Ik ken wel de intocht van Sinterklaas, maar de opkomst zegt me echt niks. Een opkomst is gewoon de avond, dus van bij ons van 9:30 tot 10:00. Dus ja, op vrijdag. Op vrijdag, en dat heet opkomst eigenlijk altijd al. En waar zitten jullie dan? In een hok, ja, zo heet dat. Ja, gewoon een hok met allemaal banken. En daar kunnen we ook gewoon lekker zitten en zo. En dan gaan jullie daar spelletjes doen? Ja. Nou, dat klinkt heel gezellig. Doen jullie ook nog meer dan op vrijdagavond daar 1,5 uur lang spelletjes doen? Of hebben jullie ook wel eens activiteit? We hebben laatst de tuinaardactie gehad. Dat is met de hele scouting. We gaan ieder jaar op kamp. En dat soort dingen. En aanstaande vrijdag... Hebben jullie ook iets bijzonders? Ja. Wat gaan jullie doen? We hebben een car wash. We gaan auto's wassen en ook fietsen. Oké. Ja, dus als je langs wil komen. Stel, ik woon in Zoeterwoude. Of mogen ook mensen uit Leiden komen? Ja. Stel, je woont in Zoeterwoude of Leiden of Leiderdorp. Of maakt niet uit, Hazerswoude. Je denkt, nou, dat lijkt me gezellig. Vrijdagavond even mijn auto laten wassen bij de Sherpa's of mijn fiets. Waar moeten mensen naartoe? Ja, het adres van de scouting. Dat zou ik echt even op moeten zoeken. Nou, die zoeken we eventjes op. Het is in ieder geval in Zoeterwoudendorp. Het is naast het terrein van de gemeente. Ja. Dat vind je wel. En je hebt nog niet gezegd wat het kost. Zoeken jullie ook even op ondertussen. Ja. Auto kost €5. Oké. Wassen gewoon alleen de buitenkant. Fiets 4. En als je een busje hebt, €8. En een trekker kost ook €8. Ja, in Zoeterwoude belangrijk om erbij te vermelden natuurlijk. Ja. En als je nou ook de binnenkant van de auto schoon wil laten maken, doen jullie dat ook? Nee. Oh, jammer. Dat is wel heel veel tijd. Ja, maar... die is echt heel vies bij mij ook. Ja. Leuk natuurlijk. Maar wat gaan jullie met dat geld doen? Nou, dat bewaren we... dat geven we uit op ons kamp. Omdat, daar wil je natuurlijk wel iets leuks doen. Dus. Ja. Jullie gaan dan niet gewoon in een ander clubhuis de hele vrijdagavond hangen. Nee. Jullie gaan echt leuke activiteiten doen. Ja. Vertel eens, je bent op het laatste kamp vast mee geweest. Wat doe je dan op zo'n kamp? We hebben dan ook zeg maar allemaal activiteiten bedacht. En wat bijvoorbeeld, hoe heet dat? Buikschuiven hadden we een cel gehaald en zo bij een boer. Ja. En gewoon met z'n allen boodschappen doen en koken. Dat doen jullie ook? Ja. Zo hé. En je slaapt eigenlijk in tenten en het is altijd heel gezellig. Vroeger had je echt activiteiten en nu mogen we zelf meer de dag inplannen eigenlijk. Ja. Oké. Okay. En daar is geld voor nodig en daarom doen jullie dat nou nog één keer aanstaande vrijdagavond. €5 voor een auto, €8 voor een busje, maakt toch allemaal niet uit. En met je fiets kan je ook nog langskomen, wat kostte dat ook alweer? €4 om je fiets schoon te laten maken. Dat vind ik wel een beetje duur eigenlijk. Maar dat gaat dus naar het goede doel en dan gaan jullie er lekker van op kamp.